Alsjeblieft, kopstoot. Alsjeblieft. Yes, what up? Het is boy QC. We zijn er weer. Nieuwe reageervideo. Jullie kennen de procedure. We gaan weer op zoek naar filmpjes die ons kunnen laten lachen. En ja, daar ben je nooit helemaal zeker van. Maar, ja, nu komt het, hè, vingertje. Ik heb natuurlijk meerdere bronnen. En een van mijn bronnen is natuurlijk Reddit. En daar heb je een pagina op, Watch People Die Inside. En ja, daar komen we meestal wel grappige filmpjes tegen. Dus ik ben weer benieuwd wat we allemaal gaan meemaken. Ik heb er zin in. Koop jullie ook. Dus jongens, laten we beginnen. Oké, dit is een kat. Voor als er mensen zijn die niet weten wat het is. Jongens, dit is een kat. De titel van de video is ook The Cat Is Surely Having Something Tough. Dat. Gaan we niet meer doen. Die zin kwam er echt. Dan moet ik weer belachelijker maken in de comments. Ik ken de procedure. Maar goed, ja. Ja, die heeft hele diepe gedachten. Ah, oh, die heeft net een Drake-album geluisterd. Die mist zijn ex. Ja, ik vraag me dan wel af van, joh, wat is zo'n kat op dat moment aan het doen? Is die echt aan het denken? Kunnen katten denken? Zeg maar, ja. Ja, dat is een lastige vraag. Maar besef eventjes. Een kat heeft natuurlijk hersenen, dus even wat een vermogen om. Ik wou zeggen. Ja, het gaat helemaal fout. Ik wou zeggen, een kat heeft een vermogen om een mening ergens over te hebben. Maar dat slaat. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Een kat heeft gewoon memories. Maar zou die echt gewoon aan iets kunnen denken? Zou die kunnen denken aan een visje die niet wilt eten? Of wat gaat er door zijn kopje heen? Het waren Ness en Benik toen we net waren gestopt met supergaande. Laten we er ook zo mee. Ja, dat is mooi. Oké. Meneer, u slaat mis. Jongens, wacht even. Voordat we verder gaan. Volgens mij, als ik het goed heb, is het ten eerste op de dam. Maar er gebeurt hier te veel. Kijk hier, daar gaat hij. Mis. 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 Hij moet toch wel eentje raken. Ja, meneer heeft pijn. Kijk, hij hield hier niet meer. Hij hield zich sterk. Tot dit moment. Hij dacht, ja, nou, ja, ja, kaf. Had er geen zin meer in. Oh. Dat is een, ja, bierwedstrijdje. Zo. Ja, die kan slurpen. Die kan echt slurpen. Hij is er gewoon verbaasd van. Maar ze gooit hem ook niet meer normaal naar achter, bro. Dat is ook niet normaal. Ik wou zeggen van, dat doe ik haar niet na, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ben ook wel een snelle drinker. Jongens, dit was zeg maar mijn gemiddelde fiets in mijn jeugd. Ja, spraken gingen er doorheen. Je dacht dat Uri Geller dingen goed kon verbuigen. Moest je mij eens zien op een fiets. Er was Uri Geller niks bij, man. Ik ga wel heel eerlijk met jullie zijn. Toen ik hem zo zag aankomen fietsen. Heel misschien hoopte ik op een driedubbele backflip met tanden de lip. Maar hé, het mocht niet baten. Oh, even een raampje. Dat kan niet goed gaan. Meneer, laat hem maar staan. Oh, ja. Misschien ben ik het. Laat het net even weten. Ik had hem liever zien uitglijden. Maar ja, nogmaals. Het mocht niet baten. Oh ja, lekker. Dit is een goede karmaatje. Dit is een goede karmaatje. Maar waarom wil je die duif trappen? Of wat? Duif doet niks verkeerd. Duif is gewoon aan het chillen op het plein. Duif is gewoon kruimels aan het zoeken. Waarom moet je hem trappen? Liggen, pik. Oh, wacht even. Oh, Gadverdamme. Nee, dit gaan we gelijk afzetten. Dit is nog viezer dan mensen die worden ondergeschreven door vogels. Volgens mij is die in de kots gevallen, man. Ah, oh, daar ga ik slecht op. Oh, gadverdamme. Waarschijnlijk niet in zijn eigen kots. Maar einde van de dag wel een lekker karmaatje. Angela's pregnant. Are you really? Yes. Are you really? Is she really? Bro. She doesn't know. Oh, oh my god. Bro, fucka. Yes. Fucka. Zijn reactie verandert gewoon helemaal. Kijk hier. Hier lacht hij nog. Are you really? Yes. Are you really? Is she really? Are you... He doesn't know. Hij weet het niet eens. Oh, oh my god. No. Wait, are you really? Yes. I am 8 weeks and 4 days today. Congratulations. Oh my god. Oké, misschien was... Ja, ik snap het wel ergens. Misschien was het gewoon even een shockie. Gewoon eventjes niet beseffen. Maar de eerste indruk was niet denderend. Was niet denderend. Mag ik bijna dood van binnen. Oh man, ik sterf bijna. Kijk hier. Is she really? He doesn't know. Oh, wow. Doodangst in zijn ogen. Is fijn, ja, man. Ah, maar aan de andere kant, weet je, ja, het kan ook als een shockie komen. Misschien ook wel fijn van mevrouw om het eerst eventjes met haar man te delen, voordat ze het aan de rest vertelt. Heb ik altijd op prijs gesteld, maar hé, hey, hè?
Hier is het ding. Never fun to be the dirt wheel. Oh, wat zijn de paardjes? Ja. Ja, dat is echt een derde wiel. Die denk je, ja, dat is mijn kusje nou. Ja, lijp. Geef dat paard ook een beetje liefde, man. Come on, man. Deze ken ik volgens mij. Oh! Oh ja! Oh sh! Youngin, for real. Youngin! Oh yeah! Youngin, hold on! Volgens mij zeg maar, is het een kast die niet zo makkelijk open gaat. Vanaf de andere kant, ja, zit maar ook één hendel aan. Ja. Oh! En je zou maar net claustrofobisch zijn, hè? Oh sh! Man, daar ga je niet goed op. Oh! Meneer, je kijkt naar de titties. Ja. Ja, nu fok je jezelf nog meer op, zeg maar. Kijk, hier kreeg mevrouw het door. En ze kijkt de baas en denkt, joh, wat ben jij aan het doen? Nasty ass man, fucker. En hij denkt, weet je wat, ik kijk gewoon de lucht in. Mooie lamp. Ja, dat vind ik mooi. Maar daarmee maak je jezelf nog meer verdacht. Hij kon beter nog gewoon in zijn bord zitten of gewoon groeten of zo. Maar ja, dit fokt het helemaal op. Ja. Mijn mannen blijven hetzelfde. Of je nou in een congres zit of weet ik wel waar, dan volgt het is welke land dit is of welke koning dit is. Mijn mannen blijven hetzelfde. The video where my dad ordered the wrong size 3. Ja, de teleurstelling ook. De teleurstelling. Kijk, je ziet haar al kijken van ja. Ja, wat moeten we hier nou mee? Dit is echt een typische watch people die inside. En hij denkt ook, ja. Ik vind ook dat je kerstbomen niet hoort te bestellen. Ik vind als je een kerstboom gaat halen, moet je ook gewoon naar een tuincentra gaan. Dan ga je gewoon lekker met het gezinnetje of met je vriendin of solo. Ga je gewoon lekker daar naartoe. Ga je boompje zoeken, je kerstballetjes erbij, alles erop en eraan. En dan breng je het thuis, ga je het uitpakken, optuigen. Ja. Dat is de kerstfeeling. Sommige dingen, weet je, heel veel dingen gaan online. Maar kerstbomen kan je niet online bestellen. Kan niet. Je moet de boom zien. Je moet hem ruiken. Ik ben in de bui vandaag, man. Tering. Trouwens, nog even een tussendoor berichtje. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. We zitten natuurlijk in december. En waarschijnlijk zitten we volgend jaar al over de 700.000 volgers heen. Maar hoe meer we over de 700.000 volgers heen zijn, hoe groter de kans is dat we in 2022 de miljoen kunnen halen. Dus abonneer. Ik zal het heel erg op prijs stellen. En ja. Maar dit is de spacebieren voordat een overwinning binnen is. Maar komen ze nu achter dat het stap gaat? Oh, nee. Oh, meneer is boos. Lijkt mij wel met FIFA. Of hij nou een vuist of een kopstoot? Een kopstoot zou nog mooier geweest zijn. Alsjeblieft, kopstoot. Alsjeblieft. Dat vind ik mooi. Was hier ga ik zo goed op. Ik dacht helemaal geen te vuist, maar ik denk, nee joh. Kom dat ding, Pieter. Kom dat ding. Wat een strijder. Ja, dat is frustratie. Dat is gewoon frustratie. Ah, oh, man. Dit maakt heel mijn dag goed. Ik wil even een kopstootje. Oké, wat ben je? Oh man, dit is zo herkenbaar. Ja, ik weet niet, voor de mensen die kinderen hebben, jullie kennen het wel. Je probeert gewoon een beetje gek te doen. om je kindje even vrolijk te maken. En je kind kijkt je gewoon aan van, yo, wat de f*** ben jij aan het doen? Wat doe jij allemaal? Ja, je ziet hem hier allemaal moes maken, hé? Waar is je neus die? En dan waarschijnlijk gooit hij allemaal geluiden erbij. En je kind denkt, ja, fuck ja. Ah, man, dit is mooi. Dit is mooi en zo herkenbaar. Maar laten we het erop houden dat deze baby een aardig humeurtje erin had zitten. Dat was een aardig humeurtje. Die was niet vrolijk. Die is niet uit het beste been uit bed gekomen. Ik zie het al, ja. Ja, klaar. Dat is ook altijd als ik op dit soort plekken ben. Dan ben ik ook zo bang dat mijn telefoon precies zo er tussenuit vloept. Hij is klaar. Vind je niet meer terug. Ja, die hond accepteert het niet, toch? Weet je wat? Ja, gaaf dan.
Die denk ik echt een dief is. Ja? Wil je geen kus van mij? Die voor je. Ah, honden ook zulke mooie beesten. Oh. Ja, dat vind ik ook mooi. Kijk hier. Ja, ik zet even alles klaar. Hoppakee. Prachtig dit. Oh. Oh nee, fietser. Oh. Ja, die kreeg een bodycheck. Kijk hoe verslagen die er inderdaad bij zit. Kijk hier. Hij zegt van ja, fuck my life. Nee, man, maar dat is wel een helse bodycheck, hoor. Ah, hij pusht hem ook gewoon. En zo voelt dus elke fietser zich in Amsterdam. Och, jongens, ik weet niet of ik het wel eens in de video's erover heb gehad, maar fietsers in Amsterdam zijn zo verschrikkelijk. Oh, moeimakers zijn het, moeimakers. En ze fietsen ook nog eens teringsnel. Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Als ik me ergens over kan opwinden, is het wel een fietser. Oh, dit is weer een soort van Gordon Ramsay-achtige programma. Wow. Daar gaat sowieso fout. Hier, Dora, Dora. Dief maar eraf, joh. Ja. Oh. 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 Oh, man. Ja, maar je zag het toch al. Dat ging toch al niet goed. Het was toch al helemaal naar de pleuris. Ja, die hoofd was al helemaal aan het wobbelen. Ja, dat is fout. Zag je al aankomen. Maar die tv-producent toch bij zichzelf, weet je wel, doordraaien. Dan hebben we content. Zorg ervoor dat QC in de Netherlands erop reageert. Ja, dat soort dingen gaan viraal. Yes, we gaan de video afsluiten. Komt er gewoon eens af. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik wel. En bedankt voor het kijken. En niet te liken, te subscriben. Ik ga voor jullie later. Kudos! Oh, ik heb geen hand. Ja, mooi. Hij gooit die Scarface daar, toch? Die, Oké. Ja, leuk. Doen we verder niks mee.